Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We hebben te maken met zonnig en zeer warm weer. En dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied ten oosten van ons land. We zien ook een depressiekrul op deze satellietfoto ten westen van de Britse eilanden. En daartussenin ligt een storing die geleidelijk aan dichterbij komt en waar we in de loop van de nacht en morgen overdag mee te maken krijgen. Op dit moment is er dus nog niks aan de hand. De zon schijnt flink en daarbij is het ook zeer warm. 30 tot 33 graden verder land inwaarts. In de westelijke kustprovincies zorgt een aanlandige wind voor wat afkoeling, daar is het 23 tot 27 graden. Vanavond gaat het geleidelijk aan de bewolking verder toenemen, maar blijft nog wel droog. In het westen is het 21 tot 23 graden, verder land nog 24 tot 26 graden zo halverwege de avond. De wijte matige wind uit het zuiden tot het westen. De komende nacht hebben we ook een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af tot de graad of 18. En aan het einde van de nacht kan er al een eerste regen- of onweersbui in het zuidwesten van het land aankomen. En die buien gaan zich dan morgen overdag verder over het land uitbreiden. Ze trekken van west naar oosten over het land. En er kan ook onweer bij zitten en plaatselijk valt misschien veel regen. Voor de buien uit kan het langs de oostgrens misschien nog net 24 of 25 graden worden. Maar nadat de buien zijn gepasseerd en vanuit het westen langzaam aan de zon weer doorbreekt in de middag... Wordt het nog maar 21 of 22 graden. De wind draait van zuid naar west en wordt matig aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Kijken we dan naar de dagen daarna. De woensdag ziet er eigenlijk al heel aardig uit. In het noordwesten, misschien een enkele bui, maar mag bijna geen naam hebben. Het wordt 22 tot 26 graden met een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Donderdag is het overal droog. Flinke zonnige periode, dan 24 tot plaatselijk alweer 30 graden. En een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. De weersverwachting daarna wordt al wat onzekerder. In de loop van de vrijdag is weer kans op regen- en onweersbuien. En waarschijnlijk wordt het dan zo'n 23 tot 29 graden. Maar zoals gezegd, de weersverwachting is onzeker. Het kan zomaar weer eens wat warmer worden en dan zou het zomaar ook weer eens 30 graden kunnen worden in het binnenland. En als we dan nog wat verder vooruit kijken, dan zien we de onzekerheid ook echt terug in de pluim. Vanaf het weekende kan de middagtemperatuur variëren tussen de 20 en de 25 en later zelfs mogelijk weer 30 graden. De meeste berekeningen gaan voor temperaturen zo tussen de 20 en de 25 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl